Nu, ik heb daar persoonlijk heb ik niet echt één favoriet van optreden dat we tot nu toe gedaan hebben. Uh, we hebben ja, al een heel aantal shows gedaan. Kleine, sommige op een kleiner podium, andere op een iets groter podium. Het heeft allebei zoals een charmes um, ja, zo wat, wat kleinere venues lijkt vanavond, met, met gezellig wat volk. En, en dat is eigenlijk ook wel heel, heel tof om te doen. Dus dat ja, is heel gezellig. De band is eigenlijk officieel begonnen in 2017. zijn we eigenlijk. Um, openbaar gegaan. We hebben wel een, denk een anderhalf jaar, twee jaar op voorhand uh, liggen repeteren, de juiste mensen bij elkaar liggen zoeken. Maar uh, 2017 hebben we eigenlijk de band gelanceerd met meteen een, een, een videoclip binnen de maand. Qua muziek maken wij eigenlijk vooral uh, een, een modernere vorm van poppunk. Um, ik mag niet modern popping zeggen van Hilde, want dan is ze boos op mij. Maar het is zo meer in, uh, minder in het genre van, van de popping die iedereen kent: zoals Blink When I Do, 41 maar eerder zo uh, richting Stories of Far, Stage Champs en dergelijke. Uh, Lost From the Start bestaat eigenlijk uit vijf bandleden: vier mannen en één vrouw, ik dus. Um, en ja, een. Ja. ja. <laughs> En uh, ja, we hebben gewoon twee gitaristen, een bassist, drummer. En van Robbie zijn we en nog dan? niet zeker of het man of vrouw is. <laughs> ja. Ik ben ja, de enige vrouw in de band, maar eigenlijk werkt dat heel goed omdat we echt wel heel open communiceren met elkaar. We zijn echt wel heel eerlijk naar elkaar toe. Dus er is echt wel een heel positieve sfeer. Er wordt ook veel gebabbeld, uh, veel nagedacht ook van waar willen we met de band naartoe. Dus de sfeer zit echt heel positief. Dus ik ben heel blij met deze band eigenlijk. <laughs> Hebben we in Amsterdam gespeeld. Was wel, uh, wel chic met uh, Artists of the Year. Maar een beetje overal waar we kunnen. Uh, een beetje de grenzen verleggen. We gaan proberen zo ver mogelijk. Um, een volgende maand spelen we bijvoorbeeld aan de kust van België. In, in, uh, was dat West-Vlaanderen? West <laughs> Ja, zelf ben ik eigenlijk wel heel, um, heel tevreden ook over Out of Left Field. Dat is eigenlijk een nummer wat op, op onze nieuwe CD gaat komen, die um, eind dit jaar ook gaat uitkomen. En uh, binnenkort gaan we daar ook een videoclip van lanceren. We hebben dat nummer ook eigenlijk gekozen omdat wij dat zelf van de CD ook wel het meest um, allround nummer vinden, dat ook wel allee, het, het uh, die ja, die on de meeste mensen aanspreekt. En dat heeft voor ons toch ook wel een, een speciale betekenis. Uh, Er komt binnenkort een album uit. Um, de eind, uh, dit jaar gaan we proberen onze nieuwe cd te lanceren. Um, we maar we hebben al een EP van, van drie nummertjes, dus die hebben we wel al. Um, maar ja, eind dit jaar komt de echte full cd uit en daar gaan heel wat meer nummers op staan. Dus dat is wel heel spannend. Onze nieuwe cd zal heten Few and Far Between. <laughs> Ik vond het eigenlijk echt wel een, een super plezant show. Hè. Er was uh, redelijk veel volk hier. Um, we, hebben, we hebben ook wat, wat uh, onbekende bands leren kennen. Um, bands die voor ons hebben gespeeld. Die, ja, ik kende ze niet, maar ik vond ze eigenlijk wel heel, heel tof om te zien. Goh, qua voorbereiding is het meestal voor iedereen een beetje individueel. Um, het is een beetje zang opwarmen. Het is een beetje spieren losmaken. Het is een beetje alles wat losgunnen in je lichaam. Uh, als het niet gebeurt, dan heb je daar de volgende dag een beetje spijt van, een Steven nek, uh, Steven spieren. Um, en dan gewoon proberen even vijf minuten de kop op elkaar te steken, pep talk, en, en gaan, losgaan, gaan, opjutten. Ja. En ook belangrijk, ja, wij spenderen daar ook heel veel tijd aan tijdens de repetities om ons, ons echt ja, voor te bereiden op, de live, op een live show. Onze podiumresorten, daar oefenen we ook echt wel op tijdens de repetities. Dus niet alleen maar de nummers juist spelen, maar ook ja, de, hoe, hoe je de nummers brengt natuurlijk. Dus daar zijn we als Band heel erg wel mee bezig om ons daar goed op voor te bereiden. En ja, we leren er elke dag een bij, denk ik. Want, ja, wellé, ja. Ja, ik denk dat punk, of pop-punk, of, of pop punkrock, punk dat, dat, uh, dat dat voor ons allemaal wel een speciale betekenis heeft. Omdat we, dat eigenlijk de muziek is die we ook luisterden toen we nog heel jong waren. Toen we, nog, uh, toen we eigenlijk in onze tienerjaren waren. Nu zijn we al iets ouder, een klein beetje maar. hè. <laughs> dat is op tv. Nee, dus. Um ja, dus we zijn eigenlijk nu terug naar onze roots aan gaan een beetje. En, en ook de muziek inbrengen die, die we vroeger al luisterden. En dat gaat er eigenlijk niet uit. Dus dat is eigenlijk iets wat we. Dat is ja, ja muziek die ons altijd zal blijven boeien, denk ik. Ook al zijn we echt heel oud. Dan, dan nog. Nieuwe nummer schrijven begint eigenlijk vooral bij Seppen. Seppe is onze, onze eerste gitarist. Uh, Joch is er pas bijgekomen, een paar maanden terug. Uh, Seppe begint met een riff, Daar komt Trum over. Uh, daar komt een tweede gitaar over en bas. Daar wordt eigenlijk een structuur gevormd van het nummer. En dan, eigenlijk als die structuur af is en iedereen is tevreden, um, brengt Hilde er melodie op. En dan wordt er zo wat ge, ge, um, gekeken wat waar kan passen of er nog dingen moeten worden, moeten nog iets bijgeschreven worden. En op die. Die structuur wordt eigenlijk, je pakt heel de zang met haar melodie, en wordt eigenlijk één groot geheel. Het ja. is eigenlijk een, een heel groot puzzelstuk, uh, wat op het einde een, ja, een, een heel mooie uitkomst dan heeft. Dan begint het nummer eigenlijk te leven. <laughs> dan begint het nummer eigenlijk te leven in, uh, in het repetitielokaal. Dus dan, dan hebben we inderdaad een geheel en dan gaan we ermee spelen, eigenlijk. Van, uh, gaan we dit hier proberen, of past dat misschien, en dan heeft iedereen nog eens zijn eigen inbreng totdat, het, totdat we zeggen dat het echt af af is. De komende optredens, ja, begin volgende maand zitten we dus een, een, aan de kust in België. Uh, we, in, in, de, in de zomer zelf spelen we niet zo heel veel meer voorlopig, omdat er zijn een paar mensen die wat uh, vakantie pakken. In het najaar gaan we uh, nog wat shows doen in Nederland zelf. We gaan richting Breda terug, we gaan richting Eindhoven proberen terug te komen. Misschien wat verder in Nederland zelf, uh, verder voor ons. Voor jullie natuurlijk dichterbij. <laughs> um, voor de rest Antwerpen. In het najaar ook. Um, oktober, november komt er hopelijk de UK-tour. UK dus daar zijn we heel zwaar mee bezig. En um, dan gaan we gewoon een weekje naar Engeland. Dus wij zijn Last from the Start. En als jullie meer van ons uh, willen zien of horen, volg ons op Facebook. Of check ons op YouTube. Uh, voor onze muziek, Instagram hebben we ook Dat inderdaad. Best. We hebben ook een website, die, waar ik het adres even niet van weet. Lostfromthestart.com gewoon. Ah kijk, het is heel simpel, dus als jullie meer van ons willen weten, optredens en, en meer nieuws, nieuwe muziek en dergelijke, volg zeker al die uh, online plekken. Dankjewel! Doei!